Hey, mijn naam is Tom en super tof dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik zit momenteel in het stadshuis op zolder. Ik heb hier mijn kantoortje gemaakt, zoals je kan zien. Een leuk kantoortje om shit te onderhandelen en zo. Je weet zelf wel. Ik heb er een beetje ingericht. Ik heb een mooi vloertje neergelegd. Mensen zitten me lastig te vallen, Sharon. Wat Samke zegt, jongens, zo kan Tom toch niet opnemen. Mooi. Nou, hier staat mijn beste soldaat, ridder, exorcist. Salut. Oké. Nou, dit is mijn troon. Echt super tof. Kijk, dit is wel echt heftig met een mooie skull erop en zo. Ik weet niet of iemand de reacties heeft gelezen onder de vorige video. Maar DutchGuyNL zei van, ik wil It's Lucas overtreffen met zijn gift, dus DutchGuyNL is langs geweest. Ik moet even dit goed zetten hoor. En hij heeft wat achtergelaten en dat was echt... ik vind het een beetje overdreven, maar dankjewel DutchGuyNL. Ik laat het gewoon maar zien wat hij heeft gegeven. Dit dus. What the fuck. Nou, heel erg bedankt Molturns of DutchGuyNL voor je gift. Echt super chill. Ik kan er heel erg mee vooruit, maar ja, ik wil liefst niet te veel van dit soort gift, want dit is echt overdreven veel. Maar ja, alsnog bedankt. Ik ben zelf niet zo'n mijnerd, dus dan komt het wel mooi uit, maar het is ook een beetje cheaterig als ik andere mensen spullen laat minen en zo. Nou ja, niet laat, ze geven het gewoon. Eens kijken, waar is mijn food chest? Zoals je misschien ziet, ik heb... alles nu hierin gebracht. Alles is netjes met een mooie zo'n sign. Dus het even hier opgezet, zodat ik duidelijk kan zien wat is. Alleen, hij is nu weer te klein in de chest room. Dus moet er weer een nieuwe worden gemaakt. Dat kan ik gaan doen. Of niet. Even kijken. Ik ga denk ik gewoon verder met de wachttoren. Ik heb heel veel resources erbij. Ik weet niet waarom hij me achtervolgt, maar hoi. Oh ja, trouwens, ik heb... Oh, wacht. Nee, niet. Ik heb boven, heb ik van Exorcist, hij heeft toevallig de ridder rank gekocht. Op de website, op de webshop van deze server. Staat ook even in de beschrijving. Dus als je ook een leuk... Als je op de server zit en je wilt een rank kopen, kijk dan even in de beschrijving. Ik zie dat iemand hier iets heeft gesloopt. Godverdomme, er is een ster uitgehaald. Dus nu mis ik een leuning. Kijk, eventjes dat weer meteen fixen, want anders word ik er helemaal gek van. Zo. Oké, rare dingen in de chat. What the fuck? Zo. Staat weer. Ik ga even wat hout ophalen, wat kobbel ophalen en dan gaan we weer verder. Even kijken, stairs, of ik bedoel ladders. Heb ik ook nodig. Kobbel heb ik nodig. Een beetje hier wat van. Een beetje hier wat van. Slaps misschien ook. Jawel, nemen we gewoon allemaal mee. Wacht. Nu ik hier toch ben, neem ik ook meteen wat torches mee. Zo. Hij blijft de hele tijd staan. Oké. Zo. Ik heb je ook even de laatste stukken er aangepast, want hier waren nog geen hackies en zo. Dat heb ik nu wel gedaan. Ik denk dat ik eerst met het huis verder ga, want die ligt nog helemaal plat hier. Met mijn huis kan ik weer snel overgaan naar dit huis. Oké, thuis. Ik heb even mijn armen uitgedaan, omdat ik niet continu met armen wil lopen. Dat is ook zo raar, vind ik zelf. Zo, deze is eentje lager. Hier hoeft geen... Blijf me de hele kit ook geven aan ridder trouwens. Dus ik heb ook nice tools en zo. Dat is wel chill. Want hij krijgt om de 3 dagen krijgt hij de ridder kit. Dus dan... uiteindelijk heeft hij wel een aantal van die kits. En dan kan hij mij ook een kitje geven. Dat is wel handig. Zo, het gaat best snel dat bouwen op zich. Kijken.
Trouwens, ik denk dat ik intussen wel genoeg reacties heb op de Q&A kanaal op mijn Discord server. Dus ik ga binnenkort die video echt eindelijk eens een keer maken. Hetzelfde geldt voor die storyline intro van Kivan, hoe ik hier ben gekomen in dit land, wil ik echt gaan maken. Ik moet nog 1 week werken en daarna heb ik wel meer tijd hiervoor, dus daarna wil ik er ook wel echt aan beginnen. Want nu is het vooral gewoon, ik moet eraan beginnen en dan lukt het ook wel. Maar ja, dat begin is nu even gewoon lastig, omdat het zoveel tijd in beslag neemt. Deze video's, die zijn wel redelijk snel, heb ik die klaarstaan, zeg maar, qua editen. Maar zo'n Kingdom video, dat doe ik denk wel iets langer over. Even kijken, dan hebben we een deurtje nodig. Eigenlijk heb ik nog in de chest room allemaal deuren liggen, maar ja, ik maak gewoon wel alles nieuw. Whatever. Zo. Even gewone blokjes. Ja, dit klopt wat ik doe. Ik was even aan het denken, klopt het wat ik doe, maar het klopt helemaal. Zo, dan hebben we stairs nodig. Is wel veel makkelijker als ik al alles klaar heb staan, in plaats van dat ik nog in de video moet gaan resources fixen. Keertje goed voorbereid. Kijk, zo hoort het toch. Maar omhoog een paard. Oh, hoi. Ga jij maar eens een stal maken voor het paard, meneer. En dit keer wel een mooie, als dat lukt. En anders gebruik gewoon Google of zo. Als ik geen inspiratie heb, ga ik gewoon dingen googlen. Niet per se Minecraft video's, maar ook of googlen. Foto's, video's, whatever. Maar ook gewoon echte medieval foto's of video's. Daar kan ik het ook wel uithalen. Ik zelf kijk ook heel veel van die gekke oorlog series, medieval series op Netflix en zo. Zoals Vikings, Game of Thrones. En daar haal ik ook veel inspiratie uit. Want dan zie je gewoon hele vette dingen. Maar ja, niet iedereen die kan zo mooi bouwen. Of die kan een foto of een video omzetten in iets moois. Dus ja, dat moet je ook maar net kunnen. Even kijken, misschien kan ik dit anders doen. Oh. Meneer, kan ik wat voor u betekenen? Zeg exisus. Lekker roleplay, maar dat hoeft niet. Het is geen roleplay video. Kijk, Exus vraagt mij wat hij voor me kan betekenen. Dus ik zeg tegen hem, je kan een stal maken voor het paard. Dus ik ben benieuwd hoe hij dit keer gaat doen. Want de vorige keer had hij gewoon een halve berg deurt weggehaald. Oh, dit werkt niet, denk ik. Of wel? Nee, nou, er zit de deur aan de binnenkant. Dat is niet mooi. Dan niet. Het werkt niet wat ik wou doen met die stairs. Stairs, whatever. Maar doe het toch zo. Uiteindelijk moeten weer overal wegen komen, dus dat doe ik ook wel even buiten de video, denk ik. Net zoals die chestroom heb ik ook buiten de video gedaan en ik heb heel veel resources gefixt. En ook een deel hebben anderen het voor mij gefixt. Dus dat is wel super chill en zo. Waarom zit hier een vak? Hallo. Op die vergauw. Hierboven kwam mijn bed en zo dan. Ja, dat doen we ook gewoon één deur, één deurtje. Zo. Nee, ga alsjeblieft niet op Omegle. Zie je allemaal van die fappende mannen en zo. Nasty. Niet goed voor je ogen. Oké, even kijken. Wat leuk. Maar oké, dit ziet eruit als een deur. Eigenlijk moet ik hier een spruce deur hebben, want hier kan je doorheen kijken. En dat is niet echt chill voor een slaapkamer of zo. Dat is niet echt chill voor een slaapkamer. En omdat het binnen is, doe ik het denk ik toch zo. Wacht, ik ga hier geen deur in doen. Ik ga je, hoe heet dat, zo'n vlag of zo ga ik hier dan denk ik doen. Dan kun je er doorheen lopen, dat is ook wel vet eigenlijk. En hier kwam nog... Oh, jullie zien niks. Ik zal zo even wat toortjes plaatsen. Ja, ik kan ook gewoon weer een poosje pakken. Maar het duurt maar 8 minuten. Dat is niet zo erg lang of zo. Zo, kijk. Hier komt mijn slaapkamer. Hier ga ik 2 bedden neerzetten.
kijken. Hier kan ik het al dichtmaken met slabs. Ja, dat gaat. Zo, zo, zo. Klik. Prachtig. Nou ja. Ik doe het iets minder gedetailleerd hier aan de binnenkant. Dus zo. Nee, nee, nee. Toch een stone, toch een stone. Dat die binnen zo hoog is. Een stone, dat ziet er beter uit. Mooi. Oh. Kijk, dan vul ik het hier ook al eventjes op. Een trap. Kijken of ik dat gewoon haal hoor. Shit. Ja, dat haal ik wel. Ik doe dat zo. Dan moet ik eventjes hier wat weghalen. Prima. Laten we dit open. Ik denk dat we het open gaan. Even kijken. Even gewoon Thijs in Monroe zetten. Het is een nieuw kingdom. Monroe, het is niet echt een kingdom. Het is meer een soort van kleine community. Die uiteindelijk wel zich wil uitbouwen tot een groter iets. Heb ik begrepen, is me verteld. Dus ja. Doet het zo? Nee, dat doet het niet zo. Dit is niet mooi. En dan denk ik dat ik je ook een kelder maak. Kijk, dan kan ik hier naar beneden gaan. Deze kan weg, crafting table. Zo. Kijk, er moet hier een dak komen. Ik denk dat ik hier nog misschien een... wel niet. Misschien dat ik hier een mini chest room kan maken hier in het huis. Geen idee. Natuurlijk kan ik dat. Zo. Kijken. Jawel, dat moet wel lukken doen. Wow. Ik haal eens een keer een jump ook voor het eerst. Heftig. Deze ook eentje hoger. Hoger. Waarom praat ik met dat kut accent? Kijken. Nee. Fout. Godver. Waarom plaats ik alles? Oep. Zo. Nou, ik ga toch even dag maken hoor. Ik heb een beetje scheid aan dat dit zo lang nacht is. Kom op. Nou ja, dan flikkert alles. Dan flikker ik ook maar even naar beneden. Godver. Waarom zijn al die zombies hier? Ga niet eens achter mij aan. Waar is mijn ridder als ik hem nodig heb? Ik ben benieuwd hoe lang Axis erover doet om mij te helpen. Ik word aangevallen door twee mannen met armor aan. Ze leven niet eens. Waar blijft mijn ridder dan? Nou, dit is even een test, maar oké. Axis, waar blijf je? Hallo, ridder. Nou, oké. Kijk. Dit is dus mijn ridder die ik heb aangenomen, omdat hij me zo goed helpt. Of ridder, het is een... kijk, er komt een reddende engel. Oké, dus ik kan wel bouwen op mijn... op Exorcist. Het is geen ridder, maar hij heeft een rank ridder, dus vandaar dat ik... Oké, laat maar. Het is een veehoeder en een ridder tegelijk. Hoe dan? Vraag niet aan mij. Waarom staat die pik hier? Ga eens weg. Uit mijn huis. Ik hoef geen vieze beest in mijn huis. Zo. Kijken. Hebben we. Shit. Ik heb niet bij wat ik zocht. Oeh, Exus is bezig met de stal en zegt dat hij 50% af is. Dus dan gaan we. Ik flikker weer van het tyfus dak af. Nou ja, Exus is bezig met de stal van de peert. Het is niet eens mijn peert, maar ja, boeien. Ik ga daar eens kijken of hij dit keer wel mooi maakt. Dan krijgt hij van mij een live. Reactie erop. Ik ben best wel kieskeurig, dus ik hoop dat dat ik het een beetje goed kan beoordelen. Die koeien mogen ook best wel een kop houden of zo. Ze triggeren me best wel. Even kijken. Zo. En ik flik weer naar beneden. Hell yeah.
Wie is AFK? Als ze tegen mij hebben, ik ben een video aan het opnemen. Dat had ik net al gezegd. Ik heb nooit gezegd dat ik klaar was. Dus ja. Even kijken. Dit is ook altijd zo kut om te maken. Ik zie dat dak. Dan krijg je 100 keer dat die dingen verkeerd erop gaan staan. Die blokjes. Dit is echt lelijk als het dak zo eindigt. Met 2. Zo. Nou ja, dan doe het maar met 2. Dan hebben we niet zo'n mooi einde als ieder ander dak. In Kivanus. Kivanus. Nou ja, had ik maar fly, dan werkt het zo makkelijk. Nou, de vraag te volgen iemand op de server waarom TPA niet werkt. Voor alle mensen waarom dat niet... Die niet snappen waarom dat is. TPA, dat is best wel... ja, ik weet niet. Het is een beetje te overpowered. En je kan gewoon naar iemand toe TP'en. En kijk, stel er is een raid, er is een oorlog. Dan doe je gewoon even TPA, TPA. En dan staan er in één keer 10 man in 5 seconden voor je. Dus dat kan niet de bedoeling zijn. Ik vind gewoon dat... de kingdoms zijn niet te ver uit elkaar. En dan moet je gewoon naar elkaar kunnen lopen. Zoals het gehoort. En niet een of andere magic... spel of zo van woep, in één keer 10 man voor je neus. Best wel logisch eigenlijk. En die dude die ken ik ook van een oudere server, dus eigenlijk is het een beetje raar dat hij het niet snapt. Maar ja, het zal wel aan hem liggen dan. Het zal wel laat zijn of zo. Nou, we hebben ook meteen weer de persoon die altijd zo positief is over alles op deze server, hè Sam? Zal waarschijnlijk toch niet kijken. Dus ja, laat het maar lekker zeggen. Even kijken. Oké, ik ga even wat anders doen dan het dak hoor. Ik word een beetje gek van het dak. Kijk hoeveel dingen hier al beneden liggen. Ik doe het wel buiten opnames. Het dak. Oeh, de stal is af. Zullen we dan maar gaan kijken? En ik faal weer een parcours. Ik ga dan gewoon puur een parcours op deze server zetten. In de spaalmachine. Gewoon puur dat ik kan oefenen een keer. Want ik faal je echt behoorlijk in. Ja, ik moest even krabben hoor. De stal is af. Oké. Dit ziet er beter uit dan dat hij eerst had. Misschien alleen even voor het party binnen wat hooi fixen en zo. En hij kan er nu gewoon uitlopen. Even kijken, ik zal even zeggen. Oh, waarom staan mijn hoofdletters aan? Hij kan eruit. Oh. Nu kan hij gewoon nog ontsnappen. Of je moet hem vastmaken, maar ja. Voor de rest, het is simpel, maar het is wel leuk gedaan, denk ik. Het is wel heel simpel. En heel houterig. Maar ja, voor nu kan het wel. Ik fix het zelf. Ik doe het zelf eens een keer aanpassen of zo. Want het is overal helemaal mooi, alleen het is nu een en al hout. En dat vind ik dan wel niet mooi. Ik wil altijd wel een beetje combineren met heel veel verschillende blokken. Niet te veel, maar wel voldoende. Maar nu kan je er weer niet uitgaan, want het moet 2 blokken breed zijn, toch? Zie je? Het werkt niet helemaal, Erik. Nou ja, goed. Goed bedacht. Het ziet er wel geinig uit, maar ik denk dat hij die stal iets breder moet maken. Oké, nou de toren hebben we niet veel verhoogd deze keer, maar we hebben wel lekker gebouwd aan mijn huisje. En we hebben lekker gekletst over allemaal random shit. Hey, Digikai, dat is hem. Als je nog een nieuwe serie zoekt, ga dan deze serie kijken. Vanaf aflevering 1 natuurlijk. Het is nu al aflevering 17. 17 keer rond de 20 minuten. Dan ben je toch wel een dag bezig, denk ik. Nou, geen dag, maar ja. Er is niemand die 8 uur achter elkaar die shit gaat kijken. Even kijken. Excuses, wilt weer wat doen? Momenteel kan je even niks doen, Erik. Maar ja, bedankt. Ik vind mijn kantoortje wel vet geworden. Dus stel, er kijkt de koning en die wilt een keer op bezoek komen. En misschien een keer wat handelen. Misschien wat afspraken maken, whatever. Er zijn volgens mij wel een aantal kingdoms die in de buurt van mij liggen. En trouwens, nu kan ik ook kingdoms ontvangen. Want ik heb hier beneden heb ik een troon. Die hij is nog niet helemaal af. Want hier heb ik nog 2 lege plekken. Dus dat bedoel ik. En dat rare hoofd gaat natuurlijk nog weg. Want het is niet serieus. Ja,
hier kunnen gewoon twee mensen zitten. Dus gewoon een koning en een koningin als ze willen of generaal. En dan zit ik hier. En dan heb ik hier mijn boekjes in zitten. Ik heb alleen nog geen boekjes. Dan moet ik denk ik een paar van die, hoe heet het, die octopusjes gaan killen en zo. Maar ja, ik weet het, octopus. Maar ik heb bijna overal een bijnaam voor. Dus leave me alone. Zo. Ja, dat was het denk ik wel voor nu eventjes. Ik weet dat ik niet de allersnelste bouwer ben. Want je zag net wel dat ik best zoveel heb gefaald met het dak en zo. En dan flikker ik 10 keer naar beneden, maar whatever, boeien. Ik heb het toch leuk en ik hoop dat jullie deze video ook leuk vinden om naar te kijken. Ik ga de video ook weer afronden nu. Dus ik wil jullie bedanken dat jullie hebben gekeken naar deze video. Ik hoop dat jullie de volgende video gewoon weer terug zijn. Morgen gewoon als het goed is. Als er geen rare dingen gebeuren, is er morgen gewoon weer een video online. Vergeet van Oké, wat was dit voor spraakgebrek alweer? Laat even een like achter onder deze video. Dus gewoon even de blauwe duimpje omhoog spammen. Ik ben benieuwd of we de 10 likes nu intussen wel kunnen halen. Het zou me vet lijken als we het nu wel kunnen halen. Ik heb geen idee of het lukt, maar wie weet. Het zou gaaf zijn. En als je nog niet geabonneerd bent, abonneer dan even ook op mijn kanaal. Gewoon even op het abonneerknopje klikken. Aan het einde van de video zie je ook gewoon... waarschijnlijk zie je mijn hoofd. Daar kun je gewoon op klikken. En dan ga je vanzelf naar mijn kanaal waar je kan abonneren en shit. Als je dan toch hebt geabonneerd, klik dan gelijk even op het belletje. Dan mis je niets van mijn video's. Want dan krijg je altijd een melding van... Tom heeft heel wat gepost en zo. Thanks voor het kijken. En dan zie ik jullie morgen weer terug bij een nieuwe video. Dus bedankt voor het kijken en houdoe.